Wat is het verschil tussen een of een HIFU-behandeling? Het verschil zit hem in elektromagnetische stimulatie in combinatie met radiofrequentie. De elektromagnetische stimulatie zal zorgen voor een toename van de massa van je spieren. We gaan ons focussen op de liftende spieren, zodanig dat we een lichte lifting van ons gelaat gaan krijgen. En de radiofrequentie die geeft een diepe warmte af. Dat zal je ook voelen tijdens je behandeling. En deze zorgt ervoor dat er collageen en elastine wordt aangemaakt in de huid. Terwijl bij een HIFU-behandeling is gefocuste ultrasound energie, ga je gefocuste warmte gaan afgeven op de smaslaag van de spier en ook van binnen in de huid. Dus door een tractie op de smaslaag te doen, het is ook deze laag dan de chirurgen gaan aanhechten om een facelift te gaan doen. Door hier gefocuste warmte op te brengen, zal er een kleine contractie ontstaan, waardoor er een liftend effect zal komen. Als we de gefocuste warmte in de huid gaan afgeven, dan ga je daar ook collageen en elastine aanmaak krijgen. Dus dat is het verschil tussen een HIFU en een. Het wordt alle twee ongeveer gebruikt voor dezelfde indicatie. Maar stel, je hebt ook hier op de kaaklijn toch wel wat vet zitten, dan is het beter om naar een HIFU te gaan. Is echt wel voor te gaan tightenen en voor te gaan liften en collageen en elastine aanmaken. Bij HIFU ga je ook kleine lokale vetcompartimentjes kunnen wegsmelten. Behandeling die doe je eenmaal per week gedurende 4 weken. Deze kost €450 voor de 4 sessies die je zal doen. Het resultaat zie je na 3 maanden. Bij een HIFU-behandeling doe je 1 sessie eenmaal per jaar of misschien eenmaal om de 2 jaar. Het resultaat zie je ook na 3 maanden. Bij beide behandelingen heb je geen downtime. Dit wil zeggen, ik heb nu net 10 laten doen. Ik zie een klein beetje rood. Hier ook, maar niets om te zeggen van je ziet dat je iets hebt laten doen. Een HIFU-behandeling is dan wel iets duurder. Als je een full-face HIFU-behandeling doet, dan zit je aan €600 per behandeling. Maar je doet dan ook maar 1 keer een behandeling.